Vicurie is een groot topklinisch ziekenhuis, verzorgingsgebied van 280.000 inwoners met ziekenhuislocaties in Venlo en Ven Rai. Dat zijn dus echte ziekenhuislocaties, een buitenpodium in Panningen, nog een voorziening samen met de huisartsen in Reuver en een groot aantal prikpunten. We leveren ziekenhuiszorg. We zijn ook een grote werkgever, een van de grootste werkgevers in de regio. En we leiden heel veel mensen op, dus zijn ook een opleidingsinstituut. Vicurie wil ervoor zorgen dat patiënten zich op hun gemak voelen. Daartoe hebben ze de ziekenhuisomgeving aangepast. Onze nieuwe standaard verpleegafdelingen, zoals dat dan heet, kenmerken zich door rustige kleuren, een omgeving waarin je eigenlijk thuis probeert te voelen. Want dat is voor de patiënt ook plezierig. Maar onze medewerkers zijn ook erg betrokken op de patiënt. En dat is in die zin ook een belangrijke, want wij vinden het ook belangrijk dat mensen zich gegeven de omstandigheden zo goed mogelijk thuis voelen. De kracht van onze organisatie is dat we een breed zorgpakket leveren. Dus je kunt bijna voor alles hier terecht. Dat is denk ik het eerste. Het tweede is dat wij heel nauw samenwerken met andere zorgaanbieders. Allereerst natuurlijk gewoon de huisartsen, de eerste lijn. Maar ook met andere verzorgings-, verplegingshuizen, thuiszorg. En met al die instellingen samenwerkingsverbanden. En daarnaast hebben we nauwkeurige samenwerking met universitaire centra voor die functies die typisch daar horen. We zijn een groot opleidingsinstituut. Dat wil om te beginnen zeggen dat we medisch specialisten opleiden. Dus dat zijn de mensen die hebben al een artsenbul en specialiseren zich tot chirurg, gynaecoloog, welk ander specialisme ook. Die hebben wij er 60 in huis. En zo horen wij ook tot de groep topklinische ziekenhuizen in Nederland. Dat zijn 28 ziekenhuizen die zorg dragen voor opleiding van dokters. Voor ons is een speerpunt die acute zorg. En acute zorg houdt in dat hier 7 keer 24 uur, 365 dagen mensen met grote ongevallen binnen kunnen komen. Een tweede is dat we ons specifiek richten op de oncologie, dus de patiënten met kanker. En daarnaast is een belangrijke specialisatie van ons dat we een seniorvriendelijk ziekenhuis zijn. Seniorvriendelijk wil zeggen dus gericht op ouderen en die totaal zorg daaromheen.